tijd hebben 185 hellships, meer dan 100.000 krijgsgevangenen en Aziatische dwangarbeiders, de zogenaamde Romusha's, vervoerd. En onder die krijgsgevangenen waren Britten, Amerikanen, Australiërs en Nederlanders. Voornamelijk militairen, een klein aantal burgers. Meer dan 22.000 krijgsgevangenen en vele duizenden Romusha's hebben deze transporten niet overleefd. Dat kwam vaak door de erbarmelijke omstandigheden aan boord. De term hellenschepen zegt eigenlijk alles. Want naast de afschuwelijke omstandigheden aan boord kregen de krijgsgevangenen met nog een ander gevaar te maken. Een gevaar dat nota bene van de geallieerden zelf kwam. De hellenschepen waren namelijk ook regelmatig het doelwit van bombardementen of aanvallen met torpedo's. Met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. Ook sergeant Muir Boon trof dit verschrikkelijke lot. Op 25 juni 1944 kwam hij om het leven, nabij Nagasaki, aan boord van het hellenschip Tamahoko Maru. Het schip werd getorpedeerd door de Amerikaanse onderzeeër USS Tang. Binnen 2 minuten na de aanval zonk de Tamahoko Maru 560 van de 772 Amerikaanse, Australische, Britse en Nederlandse krijgsgevangenen aan boord, overleefden de aanval niet. Sergeant-majoor Alexander Cornelis Hendrikus Boon was een van hen. Op 24 december 1949 werd aan hem postuum het Oorlogsherinneringskruis toegekend. Na de oprichting van de vliegtuigafdeling van KNIL meldde Alex Boon zich als beroeps in Chimahi. Hij kreeg een opleiding voor vliegtuigmonteur en werd geplaatst bij de pas opgerichte afdeling Glen Martin Bommenwerkers. Bij de Japanse aanval op onder meer Maleisië en Nederlands-Indië was sergeant Muir Boon werkzaam als hoofdmonteur, boordschutter en tevens tweede vlieger op de Glen Martin Bommenwerker. De tweede vlieger zat in de achterste cockpit. Met een beperkt aantal instrumenten en bedieningshendels kon hij in noodgevallen de bommenwerper besturen. Het landingsgestel bedienen vanuit de achterste cockpit ging echter weer niet. De tweede vlieger kon wel opereren als boordschutter. En als boordschutter heeft sergeant Muir Boon een succesvolle aanval uitgevoerd op een Japans toestel. Na de val van Singapore werden de vliegtuiggroepen teruggetrokken op Java en werd hij gestationeerd op het vliegveld Chilician bij Batavia. Daar was Alex nog even samen met zijn gezinsleden die nabij het vliegveld woonden. Echter toen de Japen Java binnenvielen, werden de Glen Martins verplaatst, eerst naar het verder weggelegen vliegveld Andir en later naar Australië. Sergeant Muir Boon bleef achter op Java en werd krijgsgevangen gemaakt. Wrang is dat hij een belangrijk aandeel had in de mogelijkheid om de laatste Glen Martin naar Australië te laten vliegen. Hij had immers uren doorgewerkt om extra brandstoftanks in het bommenruim te monteren. Reserve brandstoftanks die onder zijn leiding van een ander vliegveld werden gehaald. En in de laatste nog vliegende Glen Martin werden gemonteerd. Terwijl sergeant Muir Boon lag te slapen, uit te rusten van zijn werk, vertrok de kist. Dit tot woede en verdriet van Alex Boon. Ik kan me voorstellen dat u ook vaak nog heeft gedacht, als het allemaal anders was gelopen, had hij misschien de oorlog overleefd. Maar het liep niet anders. Op Java werd hij krijgsgevangen gemaakt. En vanwege zijn technische vaardigheden werd hij in 1944 op transport naar Nagasaki gesteld. Zoals gezegd, overleefde hij het transport naar Nagasaki niet. Het Oorlogsherinneringskruis werd hem toegekend. Maar verzuimd werd om de bijbehorende GESP Nederlands-Indië 1941-1942 toe te kennen. Dat was omdat de archieven uit die tijd grotendeels verloren waren gegaan. En daardoor kon aanvankelijk niet worden nagegaan of Boon na 7 december 1941 en voor 9 maart 1942 in Nederlands-Indië of Malakka, hetzij te velde of in een legervliegtuig, een bijdrage had geleverd en had deelgenomen aan militaire gevechtsacties in de strijd tegen de Japanners. En dit zijn de eisen voor de toekenning van die GESP.
In 1990 is aan de hand van Dr. Peter Boer de publicatie Luchtstrijd om Indië verschenen. En vanaf dat moment weten we pas echt wat er zich in die periode heeft afgespeeld. Door middel van interviews en briefwisselingen reconstrueerde hij wat er precies is gebeurd. Dankzij het bronnenmateriaal kon Henk Kaufman, voorzitter van het Reunieverband Militaire Luchtvaart KNIL, bij het hoofdafdeling decoraties van het ministerie van Defensie, de algenoemde ingenieur Bert Keers, verzoeken om aan sergeant Muurboom de GESP Nederlands-Indië 1941-1942 alsnog toe te kennen. Ook Frank Boon, een van de zoons van Alex, heeft een belangrijke rol gespeeld bij het rechtzetten van dit onrecht. Sergeant-majoor Alex Boon kan trots zijn op zijn nageslacht, waarvan Frank en John Dave, beide Nieuw-Guinea-veteraan, en John Dave ook nog drager is van de Bronzen Leeuw, hierbij vandaag aanwezig zijn. Kruis. Voor ik overga tot het uitreiken van de GESP Nederlands-Indië 1941-1942 wil ik afsluiten met een woord van dank. Want een aantal mensen heeft het mogelijk gemaakt dat vandaag die GESP Nederlands-Indië 41-42 wordt uitgereikt. Het hoofd van de afdeling onderscheidingen van het ministerie van Defensie, Bert Keers. En Henk Kaufman, die met steun vanuit het NIMH onderzoek heeft verricht en de bevindingen op papier heeft gezet. En na het uitreiken van de GESP wil ik Henk en Corrie graag nog even naar voren hebben. Graag de broers Frank en John Dave hier naar voren vragen. Jullie hebben de herinnering aan jullie vader levend gehouden. Het verheugt mij dat jullie de GESP Nederlands-Indië 1941-1942 hier in ontvangst kunnen nemen. En uiteraard kom ik daarvoor van het trapje naar beneden. Hierbij overhandig ik jullie de GESP, waar jullie vader zoveel recht op had vanwege zijn bijdrage aan de strijd tegen de Jappen bij de aanval in Indonesië. Dank u wel. Alsjeblieft. Dank u wel. De brief die het bewijs is, die wordt nog opgevolgd door een formele brief aan jullie zelf. Ja. Maar dit is de brief die het bewijs is dat hij recht had op de Jappen. Mag ik vanuit de zaal een kort applaus geven?